Het persoonlijke verhaal van Annemiek Kuipers, eigenaar van streekrestaurant Het Sterrenbos in Beuningen. Annemiek, ik begrijp dat jij door corona eigenlijk hele nieuwe werkzaamheden hebt aangepakt. Zou je daar iets over willen vertellen? Jazeker. Wij zijn sinds begin december bezig met het werken in de zorg. Wij werken met demente bejaarden. Dat is hartstikke leuk om te doen. Jij bent van het Sterrenbos, hè? Voordat iedereen dat... Ja, van het Sterrenbos in Beuningen. Ja. En daar zijn we dus nu een aantal maanden hebben we daar gewerkt met heel veel plezier. Heel leuk om de zorg ook te mogen bekijken hoe het daar aan toe gaat. En hoe ben je op dat idee gekomen? We zagen een oproep in de krant. Koninklijke Horeca Nederland heeft dat op zich genomen om daar bekendheid aan te geven. Ik heb toen ook gelijk een mail gestuurd. En aan de hand daarvan mochten we met z'n drieën komen werken. Dus met drie collega's ook? Ja, met drie collega's. Ja, allemaal verschillende locaties, verschillende tijden. De vrijwilligers vielen natuurlijk een beetje weg, want die zaten in de risicogroep. Dus ze waren erg blij dat wij dit wilden doen. En wij waren erg blij dat wij dit mochten doen. Ja, en hadden jullie al ervaring in de zorg? Helemaal niet. Nee, ik had zelf nog geen uur in de zorg gewerkt. Een collega van mij wel, die komt uit de thuiszorg. En een andere collega ook geen ervaring in de zorg. Nee. En hoe ging dat dan? Ja, bijzonder. In het begin moet je wel even schakelen. Als je echt demente mensen hebt die ook sommigen... Ja, die eigenlijk alleen ja of nee kunnen zeggen. Dat is wel even wennen om daarmee om te gaan. Dus heel goed kijken en aanvoelen wat ze graag willen of waar je ze bij kunt helpen. Lijkt me ook heel mooi werk. Ja, heel mooi. Echt heel mooi. Ja, het is echt heel dankbaar. En als je dan die lach op het gezicht kunt toveren en weet waar hun interesses liggen en je kunt daarin meegaan, is dat heel erg leuk om te doen. En het is nu gestopt? Ja, het is nu gestopt. De mensen zijn daar ook gevaccineerd. En dus het aantal zieken neemt daar ook af. En daardoor kunnen ze het nu weer met eigen personeel aan. Ja. We hadden gehoopt dat het door zou lopen totdat we weer open mochten. Maar helaas moesten we iets eerder stoppen. Dus misschien vinden we ondertussen nog weer wat anders. Waar we onze tijd toch nog weer nuttig mee kunnen vullen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Voor het Sterrenbos zelf, heb je daar ook nog dingen in dat kader ondernomen om zeg maar de tijd goed te besteden? Jazeker. We hebben best wel veel dingen gedaan. We hebben onze feestzaal hebben we nog meer akoestisch nog beter gemaakt, nog warmer aangekleed. We hebben een nieuwe menukaart gemaakt. We hebben best wel veel dingen gedaan. Ik heb ook nog een cursus wedding planner gedaan. Heel erg leuk om onze bruidsparen toch nog beter te kunnen begeleiden, om ze nog beter te kunnen ontzorgen. En we zijn bezig met een nieuwe buitenlocatie. We konden hier buiten bij het Sterrenbos al wel trouwen, maar we zijn nu bezig met een unieke locatie. Dus binnenkort volgt daar meer over. Nou, heel veel succes. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En ik hoop dat jullie snel weer open mogen. Dank u wel. Heel erg ook bedankt voor het gesprek. Alleen samen krijgen we corona onder controle.